Hier moet hij komen, het nieuwe stadspark van Almere. Tenminste, dat is het plan van de gemeente. Maar waar moet de markt dan naartoe? Dat weet de gemeente nog niet. Wij vragen het aan Almeerders in het centrum. Wat vinden zij? Ja, daarachter komt het, hè? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het altijd wel gezellig dat daar een markt staat. Dus wat mij betreft laat het gewoon zo. Prima. Het is nu leeg, het wordt niet gebruikt. Dus het is, en alles wat er wat staat, mag er niet staan. Dus het mag van mij in de stadspark komen. Het lijkt me een heel leuk idee. Een beetje groen meer, een beetje relax kunnen de mensen. Lekker in het voorjaar of nu het zonnetje lekker zitten. Ja, helemaal. Lijkt me een goed plan. Het kost wel wat geld, maar ja, liever wat leuks voor ons. Moet Marco blijven weg? Ja. Ja, dan wordt het weer moeilijker, hè? Want ja, het is toch het brood verdienen, hè, van de mensen. Dat is ook moeilijk, het is een moeilijke keuze. Dus, en er zijn er geen andere plannen voor om het op een andere manier te kunnen doen? Oh, ja, dat verandert ook een beetje de zaak, hè? Het is een hartstikke mooi plan, vind ik. Het plan gaat toch door. En waar gaat de markt heen dan? Het centrum is groot genoeg, die kunnen overal gaan zitten. Kijk, je hebt daar grote markten en dergelijke, daar ze kunnen zitten. En nieuw gedeelte van het centrum, dus genoeg plek voor hun. Nou, volgens mij vroeger was de markt altijd op de Grote Markt. Vandaar ook dat het Grote Markt heet, volgens mij. Ja, als het daar weer terugkomt, vind ik het ook goed. Tenminste, als daar ruimte voor is, komt wel een beetje in de knoop natuurlijk met de terrassen die daar zitten. Maar ja, wat mij betreft kan het daar wel weer terug. Zou je hier kunnen, dit is hier, als je nu kijkt hier op de markt, staan sommige stallen gewoon leeg. Dit is ruimtezet, dus dan moeten ze een beetje er beter inschikken.